mededeling. En het is een leuke mededeling, want ik ga op vakantie. Maar dat betekent wel dat mijn uploadschema in die periode er iets anders uitziet dan jullie van mij gewend zijn. Want ik upload nu in mijn nieuwe uploadschema, zeg maar, op woensdag de weekendvlog, zoals jullie al voor vlogmas van mij gewend waren. Ik ga op zondag een weekvlog uploaden, een door de week vlog, dus de dagen niet het weekend. En daarnaast komt er altijd nog een extra video. Die extra video komt niet op een vaste dag, al ben ik wel van plan om dat zoveel mogelijk op vrijdag te doen. Maar stel dat het een video is die ik leuker vind op een andere dag, komt die gewoon op een andere dag online. Nou ga ik vrijdagavond 11 januari op vakantie. Maar vrijdag komt er wel gewoon een extra video online en die gaat super leuk worden. Nou, dan zouden jullie eigenlijk zondag van mij, dus vandaag, een weekvlog zien. Maar die komt er nu niet. Ik vond het beter eerst deze aankondiging even te doen. Maar de weekvlog heb ik wel gefilmd en die komt voor jullie aanstaande woensdag online. Dus in plaats van de weekendvlog. Want de weekendvlog, dan ben ik al op vakantie. En van mijn vakantie ga ik een hele lange vlog maken. En die komt dan zondag online. Maar eerst komt er nog op vrijdag, dat is dan de 18e, een extra video online. En die zal ook in het teken staan van de wintersport. Ik wil jullie graag wat meer uitleg geven over de vereniging waar ik mee wintersport. Wat aangepast wintersporten nou precies is. Hoe je dat doet en wat er allemaal over te vertellen is. Ik ben er super enthousiast over. Dus ja, daar wil ik graag een extra video van maken. En die komt vrijdag 18 januari online. En zondag 20 januari komt dan de vakantievlog online. Alleen die ga ik wel 's avonds pas uploaden. Ik kom namelijk zaterdagavond pas terug van vakantie. En ik moet die vlog dan zondag editen. En dat van een hele week vakantie zal dat nog best een klusje worden. Of jullie moeten een video van een uur willen. Laat het me dan even weten, want dan wordt het makkelijker. Nee, maar ik wil er niet een te lange video van maken. Dus ik heb daar even tijd voor nodig. Dus die video van de vakantie gaan jullie de 20ste zien. Dan heb je de 23ste, woensdag, zou er officieel een weekendvlog online moeten komen. Maar een deel van dat weekend ervoor zit nog in mijn vakantievlog. En dan houden we zondag over. Nou, ik zei net al, dan ben ik waarschijnlijk de hele dag aan het editen. Dus dat is ook niet zo leuk om te zien. Dus ik ga in de vakantie een extra video opnemen met Jeroen. En die gaan jullie dan zien in plaats van de weekendvlog op woensdag 23 januari. En zondag 27 januari komt er dan gewoon weer een weekvlog online. En daarna gaat het weer zoals het was. Dus dat betekent dat in de week dat ik terug ben van vakantie, er op woensdag 23 januari en een video op zondag 27 januari online komt. En even geen extra video. Maar goed, dat geeft niet. Want jullie kunnen genieten van een extra lange vakantievlog. En mocht je nou alvast wat sneak peeks willen van mijn vakantie, moet je me even op Instagram volgen. Daar heet ik ook Hoi, ik ben Bianca. En daar zal ik in de vakantie wat actiever gaan posten. En dan kan je alvast een beetje zien wat ik doe tijdens de vakantie. En de extra video komt er wel. Maar ik bedoel, er komt even geen derde video. Ik hoop dat het zo duidelijk voor jullie was. En dan, bedank ik jullie voor jullie aandacht en voor het kijken. En dan zie ik jullie in een volgende video.